Goedendag, members van First Person Everything. Het is weer eens een tijdje geleden dat ik een vlog heb geplaatst. En we gaan deze keer de wasstraat in, want ja, mijn auto is fucking smerig. Sorry voor mijn taalgebruik, maar het is gewoon zo. Het was een schietschijf voor de vogels. Een lekker wasbeurtje erbij. En Robin zit op het moment nu in Spanje, dus dat duurt wel even. Waar is iedereen? Hallo, hier sta je, maat. Oh ja. Morgen. Het is een beetje laat voor me. Nou, ik hou een volledig programma. Met lachbescherming. Gaan we die hebben? Oh. Dat is een mooie. Kijk eens. Ja, ik wil graag pinnen alstublieft. Ook de maak vlogs. Heel matig. Ja, ik doe het voor een maat van me, die woont in Spanje tegenwoordig. Dus we sturen elkaar soms regelmatig vlogs van elkaar. Ja, okay. Ja, ik ken het meer hoor, die vloggen. Het was steeds grotere hype. Ja, klopt. Ja, ik ben... Ja, oké. Okay. Ik doe het niet om dingen... Ja, geef niet hoor. Echt niet. Als je liever niet wil, dan zet ik hem wel uit, hoor. Ja, maar ik zit er niet zo mee op. Ik zal het raam even dicht doen. Nou, dat is geklingeld. Yo. Kijk. Yo. Kijk, bedankt weer. Yo. Nou, dat was dus iemand in de car wash. Oh. Nou, zoals ik al zei. De camera hangt een beetje scheef. Nou ja, althans. Ik heb nog niks van... Robin vooral vernomen. En ja. Ik ben benieuwd hoe het is gegaan. Ik ga spuiten, jongen. Hey. Ik ben een discotheekje met al die lampjes. Vlog is een hype, ja, aan mijn hoed aan. Doe het alleen maar één ding. Dat is gewoon op het gezicht laten zien voor het first net meteen. Dus dat is iets gezellig. En volgens mij hoor je nu echt geen donder omdat er allemaal gespoten wordt op je auto. Maar er zal zo wel verschillen zijn, hoop ik. Nu maar even wachten totdat het klaar is. Maar ja, zo lang ga ik niet opnemen waarschijnlijk. Dus. Maar ja, het ding was dus nodig. Ik ben nu net klaar met werken. Van een dienstje van 10 uur. Ja, ik weet het, het is best lang. Maar ja, ik krijg ervoor betaald, dus. Hey. Nou, ja. Ik heb niet echt veel gesprekstop op het moment, dus ik probeer het een beetje te vullen. Nou, jullie zien mij de volgende keer weer in een nieuwe vlog van First Person Everything. Namens mij. Ik hoop dat het ook wel eens een vlog in Spanje wordt. Want ja, daar leven we toch een beetje naar uit. Dan zie je tenminste ook daar wat gebeuren. En ja, ik zie jullie nog.